Dag beste kijkers van Noorderzijlvest op Periscope. We zijn weer live. We zijn dit keer vanuit Donderen. Dit zijn vooral de herhalingskijkers die dit zullen zien. Dus leuk dat je dit nog een keer kijkt, dit filmpje. Ja, de kijkers komen binnen. Leuk dat jullie meekijken. Het is week van ons water. En bij Noorderzijlvest maken wij wat filmpjes live hoe wij werken aan waterveiligheid. Ik sta hier in Donderen met Harold en Bert. Die zijn hier aan het werk. Zij zijn van het team beheer en onderhoud. En zoals jullie horen regent het. En ik heb een parapluutje. Dus ik hoop dat jullie het allemaal goed kunnen verstaan en goed kunnen volgen. En anders moeten jullie het maar zeggen. En stel ook vooral je vragen. Maar ik zal de eerste vraag stellen aan jullie. Hoe werken jullie aan de waterveiligheid, heren? Nou, waterveiligheid is voor ons kenmerk is het schonen van sloten. Watergang is een vakterm. Nou, als je voor je kijkt, als je even met het beeld een beetje bijdraait, ja? Dan zie je dat deze watergang binnenkort geschoond wordt. Bert is daar heel druk mee bezig. Maar onze kenmerk is dus het echt schoonmaken. Nou, wat houdt schoonmaken in? Alle beplanting eruit en op de kant leggen, zodat het water van A naar B kan stromen. Oké. Okay. En je zegt net, deze sloot hierachter, die moet nog geschoond. Ja, waar zie jij dat aan? Want ik zie dat niet. Nou, de rechterkant, hè, daar zie je allemaal nog rietstengels staan. Ja. Dat moet er nog uit. En, ik zie links ook nog van alles. De linkerkant zie je ook allemaal begroeien, maar dat laten we staan in de winter. En dat heeft te maken met onze KRW-doelstellingen. Nou, KRW is kaderrichtlijn water. En we doen dat puur voor de waterkwaliteit. Dus voor maar daarvoor zijn we hier nu niet. Schoon water. Voor schoon water. Nou, dat is precies ook belangrijk. Dus ja, we willen het zeker niet onderbelicht laten. Maar jullie gaan even de kraan in, begrijp goed. Ik. En even laten zien wat jullie doen. Nou, ik loop mee. En als er vragen zijn van kijkers, dan gooien we ze erin. Prima. Prima. Ja. Leuk. Goed, het is week van ons water. Wij maken filmpjes om te kijken, om te laten zien hoe wij werken aan waterveiligheid. En hier zien we Bert en een kraan. En hij houdt de watergangen schoon, zodat het water goed door kan stromen. En hij gaat even laten zien hoe dat gebeurt. En misschien, Harold, jij staat hier, kan jij een beetje toelichting geven op wat hij doet? Hij is aan het maaikorven. Bert, je rijdt even een stukje vooruit. Hij haalt zeg maar die bak die je ziet, hè, dat is de maaikorf, die haalt hij van de ene kant van de sloot over de bodem heen richting de andere kant. Dus hij schraapt zeg maar over de bodem en dan heeft hij onderaan mesjes waarmee hij de planting afsnijdt. Kijk, en dan kijk, wat je nu ziet is dat hij te veel bagger in de bak heeft. Maar, nou, je kunt zien dat de bak vol met de begroeiing zit zo en dan legt hij dan op de kant neer. Oké, okay. Maar dit is anders dan baggeren? Ja, dit is puur alleen de beplanting? Dit is puur alleen voor de beplanting, ja. En misschien kunnen we even wat dichterbij gaan kijken? Ja, laten we dat doen. Kijk even voor me, want ik loop over een stuwtje. Het zal wel spectaculaire beelden zijn, maar... Goed. Ik vind het ook mooi, als je naar voren kijkt, kun je ook mooi zien dat deze sloot nog niet helemaal schoon is. Dus Bert moet dit hele traject nog af. Oh ja, ik zie wat begroeiing daar verderop. Nou is het al 4 uur geweest. Ja. Normaal werkt Bert maar tot 4 uur, of niet? Ja. Nou, maar super toch, dat hij nog even wat tijd neemt om even te laten absoluut, zien hoe hij dat doet. Ik begreep ook dat hij wat eerder is begonnen. Oh, dus hij heeft al een lange dag erop zitten. Dus hij deed wat langer door. Mooi. Nou, misschien zijn er nog vragen van kijkers over het werk wat hier te zien is. Gooi ze erin, zou ik zeggen. Hans van Dijken vraagt of die zijn sloot ook even kan schoonmaken, Harold. Nee, we doen alleen onze eigen watergaan. Oké. Okay. En voor 1 november moeten... de mensen zeggen hun eigen sloot schoon hebben. Dat zijn de zogenaamde schouwsloten. Dus helaas, we kunnen niet niet alle watergangen schoonmaken. Wij doen alleen, deze watergang is ons eigendom. Ja, dit is ons eigendom. Ja, wij staan nu ook op ons eigendom. De meeste watergangen hebben ook een maaipad. Hè, dat is ook waar Bert op rijdt. Oh ja. Dus ja, dat is ons eigendom. Dus mensen moeten hun eigen sloot zelf. Ja. En doen veel mensen dat dan zelf of huren ze ook vaak loonwerkers en zo in? Ja, als je dat materiaal zelf hebt, dan kun je het zelf doen. Maar de meeste mensen huren dat in. Laten we het doen door de loonbedrijven. Albert is aardig rap. Dus ja, ik zie het. Ja, we moeten er achteraan rennen. En, ja, we kunnen ook even naar de andere kant gaan kijken. Oh, dan kunnen we Bert nog even wat vragen. Is goed. Nou, dan draaien we even om. Loop ik achter je aan. Het regent lekker. We noemen dat echt waterschapsweer, of niet, Harold? Ja, dit is echt waterschapsweer. Ik was vanochtend met een muskusratvanger op pad. Dat hebben we ook live uitgezonden. En toen die zei ook, oh, dit is het mooiste weer om mijn werk te doen. Maar toen was het wel droog. Ja. Lopen we weer over de stuw. We lopen over de stuw heen. Ik weet niet of iedereen weet wat de stuw is, maar deze stuw die houdt het waterpeil, zeg maar, aan deze zijde van het gebied houdt hij op peil. En dat is dus dat er voldoende water is voor de landbouw. En nou is het hier veel hoger dan hier. Ja. Is hier dan een waterpeilverschil, zeg maar? Ja, dat daar een ander waterpeil is? Kijk maar even naar beneden en dan zie je een verschil. Nee, maar dat heeft ook met de grondslag te maken. Maar dat hoort ook zo, zeg maar. Ja, dit hoort zo. Ja, nee, precies. Oh, kijk uit dat je er niet in valt. Oeh, ik ging echt bijna in. Ja, dan hebben we een ander probleem. Goed, nou, we moeten achter Bert aanrennen, want die is rap met zijn kraan. Hoe lang doet hij nou over zo'n sloot als deze? Oh, Harold is even verdwenen. Nou, hier zien we alles. Je kunt zien dat je hier ook in het Drentse bent. Want Bert die haalt de stenen ook van de bodem af. Oh ja. Dus, het is niet genoeg. Maar wat, dat zijn echt de Drentse stenen? Ja, dat weet ik niet, maar ik zie ze liggen op een maaipad, dus Bert heeft ze mee naar boven boven gehaald. En hier zie je alle plantenresten, wat hij eruit haalt. Ja. Hey, en dit laten jullie gewoon liggen? Dit laten we gewoon liggen. En dit verteert wel. En dan volgend voorjaar komt hier een maaimachine overheen en die verhakselt dat weer. Oké. Nou, we hebben ondertussen in ieder geval 2 kijkers via de app. Dus ik denk dat we even moeten gaan kijken of er nog vragen zijn voor Bert. Oh, we hebben nu 0 kijkers via de app. Er zijn nog mensen die misschien meekijken met via de computer. Maar ik wil jullie 2 nog een laatste vraag stellen zometeen. Dus we lopen nog even naar Bert. Mag dus hun kraan wel even stoppen? Dan kunnen we hem ook verstaan. Harold, mag ik jou ons vast ook een vraag stellen? Ja. Voor de kijkers die dit in de herhaling kijken of via de computer. Wat zou je nou de kijkers mee willen geven over hoe ze zelf kunnen helpen aan de waterveiligheid? Of jullie te helpen in jullie werk, dat ik zo zeggen. Ons te helpen. Ja, je eigen watergangen schoonhouden. Ja. Dan krijg je nog meer berging in bepaalde gebieden. Dus de sloten goed schoonhouden, zodat het water door kan stromen. Ja, je eigen watergangen goed schoonhouden. En zorgen, zeg maar, dat wij niet belemmerd worden in onze werkzaamheden. Hè? Dat er objecten staan op maaipaden of dat wij er niet goed bij kunnen. Oké. Want dat zien we nog wel eens gebeuren. Dat we niet altijd goed bij onze eigendommen kunnen. Dus daar kunnen de mensen ons mee helpen. Oké, mooi. Nou Bert, klusjes geklaard voor vandaag? Ja, dat is vandaag geklaard. Ging het een beetje zoals normaal of was het een moeilijke sloot? Ja, dit loopt prima. Nou, je ging behoorlijk rap, dus we moesten achter je aan rennen. Ja. Dankjewel dat we even mee mochten kijken. Ja, en voor de kijkers die dit nog zien, wij zijn morgen weer terug. Dan gaan we naar een waterberging, de Onlanden. En dan gaan we naar de Eemskanaalkade, gaan we eens kijken hoe wij dijken versterken. Dus tot morgen!